geval all week. Het is je boy QC. En misschien moet ik stoppen met zoveel flexen. Maar goh jongens, ik zit lekker in mijn vel, man. we zijn er weer met een nieuwe video. En wij gaan vandaag weer reageren op Reddit reactie. QC's humor, jullie kennen de pagina. Het is een tijd geleden, maar we gaan er weer een keertje op reageren. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Daar wordt vaak om gevraagd. Dus waar wachten we nog op? En laten we beginnen. En abonneer even. Dank u zeun. Druk op die thema's knop! Waar gaat deze video alweer naartoe, man? We zien hier een man met een ding om zijn nek. Ik weet niet wat er is gebeurd. Neemt hij zijn nek te ver gekraakt. Ik weet al dat hij... Nee, man. Ik kan niet zo beginnen, oh. Die Reddit-reactie maakt me altijd slecht, man. Maar goed, er is iets gebeurd. Meneer moet vervoerd worden. En waarschijnlijk gaan deze ambulancebroeders hem laten vallen. Ja, die zag ik ook niet aankomen. Ja, hij waarschijnlijk ook niet. Wat? Hoe kijk je? Ja, ik had gewoon verwacht. Ze tillen hem op en ze laten hem vallen. Maar ja, dit kan ik ook wel waarderen. Het is maar hoe je het bekijkt. Je kan QC zijn reactie wel voorspellen. Ja, dit kan nooit goed gaan. Ah, ja. Vooral blijven rennen, maat. Dit gaat fout, dit gaat fout. Oh. Ja, maat, ik zag dit niet aankomen. Ik denk, ja, oké. Hij valt. Hij glijdt een beetje naar boven en hij valt. Maar maat, dit was even een kopjesstoot. Hé, hey, hier gaat hij. Meneer, u bent uw verstand vergeten. Ja, man. Ah, ik ga hier wel weer even lekker op. Dit vind ik mooi. 3 girls versus 1 Discord mod. Je gaat me niet vertellen dat deze man van een iets volle postuur gaat vechten tegen 3 dames, toch? Dit moet rustig zijn. Dit moet rustig zijn. Hier, ik zei het toch? Oh maat, wie verzint dit? Ja, we kunnen alleen rustig verzinnen. Maat, oh, doe wel rustig. Oh. Maat, waar ben ik naar het kijken, maat? Ja. Dat gaat helpen, zo'n trap tegen de buik. Ik had zelf ook eerst een grotere buik. Dat voel je gewoon minder. Ik voel ook gewoon meer sinds ik ben afgevallen. Ook meer kou en dat soort dingen. Het enige wat wel kut is dat ik zeg maar ontsteking om mijn arm heb. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar... Oh, zo'n naar ventje ben ik aan het worden. Goed, we gaan verder. Oh, jongens, dit is... Maar wie wil dit zien? Ik snap er niks van. Ja, maar... Die keer even een opleier. Oh, hij is moe. Ja, die krijgt het nu hoor. Is die ijsboom verslagen? En die heeft pijn. En hij heeft verloren. Ja, ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen. Ik weet het gewoon niet. Ik bedoel, je moet niet eens kijken naar het gevecht wat plaats heeft gevonden, ja? Je moet kijken wat is daar vooraf aangegaan, ja? Dus je moet denken dat er zo'n Russische partij zit en die zeggen... Even serieus. Er is zo'n Russische partij, die gaan met elkaar zitten. En ik vertaal het nu naar Nederlands, ik kan geen Russisch. Die zeggen van ja, we moeten met iets nieuws komen. Ja, wat dan? Ja, laten we gewoon 3-1. Ja, dat is niet per se eerlijk, toch? Dus hoe gaan we dat regelen? Ja, we zoeken gewoon een guy van een volle postuur en die laten we vechten tegen 3 dames. Goed idee. Laten we het doen. En dan krijg je dit. Ja, ik vind het apart. Ja, dit stuurde mensen mij trouwens toe, man. En ik dacht van ja, misschien moet ik er ooit nog op reageren of zo. Maar er is dus iets met... Er is een buurruzie waar Stef en ik op hebben gereageerd. Daar is een remix van gemaakt. Ik ben wel benieuwd. Kom hier staan. Dat ga ik je leren. Kom hier staan. Ja, het is een remixje. Ik weet niet wat voor dansje dat was, maar het is wel een remixje. Dit is leuk. Wat is die training voor? Nou, wat gaat hij doen? Ik vind het op zich al knap. What the fuck? Wat zie ik? Jullie
zijn ook echt dieper het internet afgedwaald, man. Sinds de laatste Reddit-reactie. Ik weet niet wat. Wie verzint zoiets? Ja, ik snap er gewoon niks meer van. Ik dacht hier nog van, ja, hij gaat iets doen of hij gaat vallen of nog wat. Maar ja, wat drinkt hij hier? Oh, maat. Dit is niet Bart, joh. Waarom zou je dit doen? Ja, je kan zeggen wat je wil. Ik krijg wel een harde chest. Dat dan weer wel. Jullie zijn apart. We moeten ook echt dit vaker weer doen, man. Upload gewoon de leukste video's. Link de leukste video's, foto's, plaatjes. Dan kunnen we weer vaker Reddit reacties maken. Dan moet ik gewoon weer meer op Reddit reactie kijken. Maar daarvoor is ook weer meer aanbod nodig. Aanbod, vraag naar. Of aanbod. En aanbod is... Jullie snappen wat ik bedoel. Er is goed. We hebben gewoon meer content nodig. What the fuck? Oh ja, deze heb ik gezien. What? Look at that. Ja, dit vind ik een leuke prank. That's fucking me. That's my fucking picture. Oh. That's Peter Parker. That's Peter Parker. That ain't Peter Parker. En daarnaast ziet ze ook nog haar hoofd op track. Yeah. Son of a bitch. Look here. Look at Shrek. They even got my fucking face on his eyes. Motherfucker. Maar die oma het ook niet door heeft. Looking like Will on Stranger Things. Oh, mevrouw. Son of a bitch. Die zou me gewoon Winko aanklagen. Doe een reactievideo op deze. What the man? Get the fuck out of here, man. Ik wou wel commentaar geven op de schoenen. Ik vind het gewoon heel apart. Maar ik scrolde al gelijk naar beneden en ik zag €750 staan, inclusief BTW. Er zijn toch niet echt mensen die serieus lopen met dit? Hoe durf je dit te vragen? Dus je tenen moeten wel heel mooi zijn. Wel perfect voor mensen met een foot fetish, maar ja, niet aan deze kant. Oh, grappen die nergens op slaan. Ja jongens, dit vind ik echt geweldig. Dit vind ik geweldig. Ik weet niet of ik deze al heb gezien, maar ik heb er een paar gezien. Dit is zo'n TikToker. Dit hebben ze natuurlijk ook wel eens in Amerika gedaan, maar nu doen ze het ook in Nederland. En zelfs ik wil het binnenkort gaan doen. Dus laat het weten als ik dit ook moet gaan doen. Dan ga ik gewoon met de microfoon op straat en dan ga ik mensen een grap vertellen. En dan daarna vragen, leg eens uit. Kijk, let op. Voor de mensen die het niet kennen. We beginnen met een leuke grap die iedereen grappig vindt. Ja. Waarom kunnen mensen niet vliegen? Kijk, waarom kunnen mensen niet vliegen? Omdat ze geen vleugels hebben. Rapper Boef. Kijk, dat lacht ze. Ik snap hem. Ja. Leg uit. Ja, ik denk dat het toch een beetje... Ik ga hier zo lekker op. Ik ga heel lekker op dit soort dingen. Dit is geweldig, man. Oh, het maakt het zo awkward. Het is denk ik gewoon iets in de natuur, iets menselijks. Wanneer iemand ons een grap vertelt en wij vervolgens die grap niet grappig vinden, dat we toch nog even, om het minder awkward te maken, toch even een vriendelijk lachje te geven. En daarna word je op de proef gesteld. Leg uit. Precies. Hi, what's your name? Raya. Okay, Raya. Tell you a joke, everything, everyone finds funny. Dit is een race die ik nog niet heb gezien. Why can people fly? Like, why what? Why can people fly? Because we walk. Miley Cyrus. Kijk, dat is okay, yeah. Explain. Miley Cyrus? Dus ik vind dit is echt mijn humor tot in de max. Echt mijn humor. Explain. Explain. Oh shit, man. Laten we gelijk even een omweggetje maken, man. Ik wil er meer zien. Waarom is Katy Perry zo'n hit geworden? Nee, ik heb dit allemaal al niet gezien, joh. Waarom is Katy Perry zo'n hit geworden? Ja, ik ben echt benieuwd wat hij gaat zeggen. Maar, dat is niet echt mijn muziek, man. OV-chipkaart. Oh man. Oh man, dit is mijn humor. Nu ben ik benieuwd, wat is zijn antwoord? Nee man. Je snapt hem toch? Ik snap hem. Ik snap hem. Leg uit. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja. 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 Dit is gewoon letterlijk, hè? De gezegde met een bek vol tanden staan. Loch Ness nooit ontdekt. Gaat hij weer OV-chipkaart zeggen? OV-chipkaart. Die was flauw, hè? Snap je hem? Ja. Leg uit. Nou, als je met een OV-chipkaart kun je reizen en dan kun je erheen. Ik heb de lachje van mijn leven, man. Oh, ja. Ah, maat, dit is... Oh, shit, man.
Ik denk dat het nog het mooiste is. Deze gay probeert hem ook uit te leggen. Hij probeert hem uit te leggen, man. Hij zegt, ja, met een OV-chipkaart kan je reizen. Ja, wat heeft dat te maken met het monster van Loch Ness? Echt een vervelende gay is dit. Maar ik mag hem wel. Ik ga hem uitleggen, ja? Ja. Nou, het OV-chipkaart is ooit opgegeten door het monster van Loch Ness. En terwijl de OV-chipkaart in het monster van Loch Ness zijn bek zat, en gingen de treinen inrijden, en toen was het ingestort. En dat is de reden. Nu snapt u hem, toch? Ah, oké. Okay. Ja, ik snap het. Ja, ik snap het. We zijn weer klaar. Er zullen vast mensen vinden het ongemakkelijk. Maar ja, wat ik je zeg, man. Ik ga goed op ongemakkelijke dingen. Oh, maat. Ik zweet er gewoon van. We gaan weer door. Oh nee. Meneer, gaat u even vliegen? Of juist niet? Dat kan ook. Ja. Wat? Die man is aan het vechten voor zijn leven, joh. Ja, lijkt me wel super tof om dit een keertje te doen. Weet niet of ik zou durven? Ja, laat maar zitten. Laat maar zitten. Dit heb je niet gedaan. Dit heb je niet gedaan, maat. En dan nog zo'n streetfeest erbij. Dit heb jij niet gedaan, maat. Ah, ja, wat moet ik hiervan zeggen, man? Ongelooflijk. En gewoon zonder schaamte ernaast staan. Gewoon op een vijf van. En zo wat? Ik ga mijn gezicht niet eens verbergen. Dit is wie ik ben. Dit is wat ik doe. Ik ben een naar mens. Wat wil je dat ik zeg? Wat vind je er nou zelf van precies? Huh? Ja, ik weet het niet. I know. Die hond krijgt een schuld. Oh, fuck ja. I know, man. Ik weet nou niet of dit echt is, maar het ziet er wel echt uit. Maar die honden hebben gewoon, die hond en die kat hebben gewoon in een stand-up gezet. Kijk, die hond wist al hoe ver het was. Die kat die denkt, we stoppen hier. Ja. Ja, nog die raam dicht. Ja, maar dit kan toch niet echt zijn? Lijp. Ja, mocht dit echt zijn, heel lijp. Oh nee. Zo, die vloog eventjes, maat. Ja, wat had je ook verwacht? Aan de ene kant wel weer tof om mee te maken. Aan de andere kant, tanden door de lip is ook niet fijn. Het is een keuze die je moet maken. Als kunnen ze dit niet kijken, is het heel mooi weg. Nou, ik heb dit gekeken. En jij zegt, als ik dit niet kijk, is de humor weg. Ik heb het gekeken, maar ik vind het totaal niet grappig. Ik vind dit totaal niet grappig. Maar gelukkig heb ik mijn humor nog, want ik heb dit gekeken. Waarschijnlijk bedoelde hij, als ik hier niet om kan lachen, was mijn humor weg. Maar ik weet het niet, ik voelde het niet. Nou, dit was het alweer. De koptelefoon is af en ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Vergeet het niet te liken, te subscriben en dan zie ik jullie de volgende keer. Ik hou van jullie later. Skuda! Ja! Oké.